Heb je er een? Ja, rustig, rustig. Hele dik of niet? Even kijken hoe we dit gaan doen. Oh, hij is los. Goedemorgen. Morgen. Hoe is het? Goed. Zijn we weer? Zekers. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn weer terug met een nieuwe video met mijn grote vriend Abel. En wat gaan we doen vandaag? Baarzen vangen. Baarzen? Baarzen. Grote? Hele grote. 50'ers. Wow, dat zal heel gek zijn. We gaan vandaag weer gezellig een dagje met Abel vissen. We waren natuurlijk laatst in Zwolle. We hebben hartstikke leuk gevist. Hebben we even kennis gemaakt met Abel. Vandaag gaan we voor het grote werk. Ga vandaag mee met mij op de boot. En we gaan kijken of we jouw recordbaars kunnen verbreken. Ja. Ik hoop dat het lukt. Ik ben benieuwd. We gaan voornamelijk met kunstaas vissen. Heel misschien dat we nog een klein beetje vals spelen. Abel ook nog met een worpje laten vissen. Maar we moeten maar even kijken hoe los de baarzen zijn. Ze kunnen hier wel tricky zijn. Vis op groot water. Maar dat betekent wel vaak hele grote vissen. Ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Zeker. Lekker man. En de eerste keer met de boot mee? Ja. Heb jij gordel om? Is dat het? Nee. Moet even je gordel om doen. Oh, oké. Ik zal niet te hard varen. Nou joh. Wel? Ja, wel. Oké. We gaan lekker hard varen, hoor ik net. Nee, maar het wordt weer leuk, jongens. Het wordt een leuk dagje. Ik hoop dat jullie zin hebben. Geef vast een likeje, want we gaan weer knallen. We hebben Abel weer mee. We hebben jullie omgevraagd. En ik denk dat het gewoon heel gezellig gaat worden. Ik hoop dat we een paar mooie vangen, man. Zeker. En weet je wat het ook is? Als het op de plassen niet lukt, kunnen we altijd nog op de rivier gaan proberen. Er is hier genoeg mooi water in de buurt. We kunnen snoekbaarzen, we kunnen snoeken, we kunnen baarzen. En als het nou met de boot helemaal niks is, dan kunnen we ook altijd nog ergens vanaf de kant gaan lopen pielen. Ja. Kom maar goed. Ga zeker goed komen. Hé, hey, mooi petje, maat. Ja, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Nou, meneer. Even gas geven. We gaan gas geven. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Ja? Ja, denk ik wel. Ik denk ook wel. Ik ga even mijn koordje omdoen. Lijkt me handig. Ik ga even mijn telefoon opbergen. Ligt alles vast. Heb jij ooit wel eens in een luntboot gevaren? Nee, nog niet. Nee? Nee. Wat vind je ervan? Tot nu toe? Ja, zie. Oké. Okay. Heel ver. Hey, we gaan gas geven, maat. Ben je klaar voor? Ja? Denk het. Jezus. Nou, dat is hard. Laten we even een beetje gas geven. Lekker man. Ja? Vind je het leuk? Snel bij onze visstek. Ja, dat wel. Op naar het eerste stekkie. Zo, we zijn bijna op plekkie. Ja. Vond je het wat? Ook. Ja, niet normaal man. Niet normaal man. Niet normaal. Hé, hey, maar eerste plek is in zicht. Ja. Er ligt niemand. Dat is een goed teken. Dat betekent dat wij het plekje maagdelijk mogen aanvissen. Er is nog niemand geweest als het goed is. Nee. Dat is mooi. Top. Dat is top. Ik hoop het. Kom, we gaan even een dikke vangen, jongen. Oké, Abel, we gaan even de vissen zoeken. Met de sidescan en de livescope. Kom even meekijken. Ik heb hier mijn voetpedaaltje. Rechts is rechts. Links is links. Dan heb ik hier zo, heb ik een transducer onder zitten. Voor de sidescan. En die kijkt dus naar rechts. Dan kan ik zien over rechts het vissen liggen. Klein beetje vals spelen. Dan. Nou, we gaan ze zoeken. Nee, dat betekent nog niet dat je ze vangt. Nee, maar als we ze vinden, dan... Weet je wel waar je moet gooien ongeveer? Ja. Dus maakt het wel makkelijk. Dat je de kans staat te werpen naar niks. Ja, dan moet je gokken waar ze liggen. Ja. En dit zijn stekjes waar we natuurlijk jaren al vanaf de kant hebben gevist. Waarvan je al weet van vroeger dat de vissen zitten. Vissen. Ik denk dat we ze hebben gevonden. Ja, ik heb ook zo'n vermoeden. Het ziet er wel vissig uit. Ja. Oh, een tennetje. Oh, ja. Oh, kijk. Gaat gewoon zo nog. Ja? Oh. Ik kwam zo achter die twitchbait aan. Nee, ik zag ze zo achter mijn twitchbait aankomen. Ze liggen nu. Ze liggen daar. Let op. Er ligt er echt veel.
nu ligt hij op zijn kop. Zal hem zo op zijn kop zakken. Hm? Hij ligt er nog bij. Ja, hij heeft hem. Ja, maar... Hele dikke, hele dikke. Ja, hele dikke. Zo, ik zag hem. Jezus, gast. Hele dikke. Als het de basis is, denk ik 5. Ja, het is echt, echt bizar dit. Ja, het is een baars, gast. Ja. Zo! Nee, joh! Gast, wat een lap! Ja, dat is heel ziek. Ik gooi elke keer mijn Twitch bait. Ik zie een baars erachteraan komen, ze pakken het niet. Gast! Ik zie hem precies op de livescope liggen. En ik doe het, ik had nog van die douwpieren liggen van Stijn van vorige keer. Ik gooi ze in. Ik zie zo zakken, precies op die baars. Gast, wat een beest, ouwe. Is dit een 50er? Ja. Kan dit je PR zijn? Oh, boy, yo, vriend. Gast. Hebben ze? Ja, lekker. Wat een lap. Gast. What the fuck. Ja, die is 50. Weer op die bollen, hè. Wat een lap. Wat een jukkel, vriend. Precies 50. Wat een lap. Ziek, hè? Heel ziek. Lekker, man. Op een wormpie. Wil jij hem terugzetten? Is goed. Zo. 50 centimeter baars. Hopla. Hey. En hij is weg. Lekker man. Nice man. Lekker. Fucking groot. Oké. We gaan een wedstrijdje doen. Dat is een prachtig. Neppe worm tegen echte worm. Lekker hoor. Lekker hoor. Even kijken. Ze liggen er nog. Als je hier op de livescope ziet, op de Hummingbird Live. Dan ga ik heel even zo zachtjes heen en weer. Dan zie je hier een balletje. En hier, daar lag net een bolletje. Hier, deze. Dat is een baars. Ja, ligt er een paar hier. 10 meter. Oké, als je, ik gooi hem in, dan gooi je hem er precies naast. Dan lig je precies goed, ja? Ongeveer. Daar. Ja, jij ligt perfect. Oké, daar laten liggen. Op de bodem gewoon niks. Stop je ietsje over, dan sla je een stukje top naar midden. Je kan hem heel klein beetje verplaatsen en dan laat hem er heel lang liggen. Die wormen doen in principe doen die het werk voor jou. En op een gegeven moment dan... Nou, je voelt het wel. Je voelt hem gewoon in... Mijn lijn, mijn lijn. Ja, dat komt ook met de boot heen en weer. 2000 years later. Kerel, het is nog een beetje lastig met de baars. We zien ze wel, we zien er heel veel, ja. Maar ze zijn niet actief. Nee, ze hebben wel mijn worm opgegeten. Ja, je hebt net een aanbeet gehad zonder dat je hem hebt gevoeld. Ja. Dat is heel goed. Ja. Heb je knap gedaan. Ja, hè? Maar we zien ze op de livescope. Zien we die baars achter mijn Twitchbait aankomen. Je ziet ze gewoon 10 worp achter elkaar. Daarom heb ik net die worm gepakt en het was meteen raak. En daarna vingen ze ook niet meer. Ze zijn best wel slim. Ze staan niet zo aan vandaag. Wat zullen wij doen? We hebben meerdere opties. Ik zit te denken, we kunnen zo meteen even een veerpontje afgooien van afstand. Met gewoon jig, chat. Kan. We kunnen even een paar snoepbaarsplekjes pakken. We kunnen nog even in de haven proberen waar mijn boot ligt. Wat wil je doen? Wil je eerst een snoepbaars proberen? Ja, dat is goed. Lijkt me een goed idee om een snoepbaars te doen. Met de livescope? Ja, is goed. Ja, kan gaan we dat proberen? Best. Dan kunnen we in ieder geval even vis vangen. Is goed. Zo, kapitein. Zo. Ben je stiekem aan het varen? Nee. Oh. Kijk, dit was een heel klein groepje met wat vis. Ben je gewoon stiekem aan het varen? Niet tegen je moeder zeggen, hè? We waren 5 kilometer per uur. Ja, dat is waar, Maar ja, gaat wel goed, toch? Ik ga sturen. Jij gaat vissen. Is goed. Gaan we dat doen. Best. Ik heb echt vertrouwen in. Ja? Is dit een van je favoriete plekjes? Ik was wel, ja. Kantplekje. Ja. Maar dat witte, die witte streep, dat is de bodem. En die vuurbal die erboven hangt. Kijk, ik beweeg nu mijn top. Wat je gaat doen is je gaat hem boven de bodem houden, zeg maar zo'n klein stukje en dan ga je hem bijna niet bewegen, af en toe kan je hem een heel klein beetje een tikje geven. En als je dan zo'n snoepbaar ziet komen, kun je een beetje met je snoepbaar spelen. Kun je bijvoorbeeld een klein beetje omhoog doen, dan zie je hem zo helemaal meekomen, nou hem helemaal stil en dan bang en dan klapt hij er zo op. En dan voel je ook gewoon aan, weet je? Ja, dan krijg je gewoon een rag. Toch nog even proberen, hè? Hier zo'n stroomnaadje. Maar kijk, joh. Het ziet er te goed uit. Ziet er te goed uit. We hebben 1 baars, dat is niet goed. Nee, dan komt de motivatie weer een beetje. Want die baars was vrij in de ochtend, zeg maar. Ja. Ja, komt ie? Ja. Oh, zag je hem? Oh, gast.
Ja, hij ligt ernaast. Hij ligt ernaast. Hij ligt ernaast. Kijk zo aan met je, man. Hij ligt ernaast. Twee. Oh. Gast. Oh, fuck. Spannend. Die gaan pakken. Ja, gaat pakken. Oh. Gast. Oh. Het zijn baarzen, denk ik. Ze zijn wel groter dan mijn... Ja, dat zijn baarzen. Moet ik iets anders gaan doen? Ja, dat mooie baarzen zijn. Nou. Door? Ze komen niet meer. Nee. Schot is weg. Meneertje Koekpeertje. Daniel. Snoekbaar is niet gelukt. Wat gaan we doen? Nee. Even het pontje. Wat gaan we bij het pontje doen? Proberen baars of snoekbaars. Is goed. Gaan 50 meter van het pontje af liggen. Gaan we heel lang een worp maken. Is goed. Gaan we dat doen. Zo. Hallo. Lekker gevaren? Ja. Nieuw plekje? Ja. Top. Dit is dus een goede plek, omdat die veerpont, die vaart de hele weer en deze rivier die stroomt niet zoveel. En dan komt de aasvis. Een beetje een probleempjes komen, dat is de bedoeling. Snoekbuis. Even wachten tot die boot weg is. Ja. Lange worp. Dan moeten we even kijken of ze hier liggen, of ze op het midden liggen, of ze daar liggen. Maak eerst maar eens een lange worp achter die boot, waar die boot nu ongeveer vaart. Daar. Heb je er een? Ja, rustig. Hele dik of niet? Rustig drillen. Oh ja, ik zie het. Lekker. Oh, op die neesplit, of niet? Ja. Lachen, gast. Zo. Gast. Rustig aan. Beetje naar voren. Wat zei het, hè? Net richtje. Oh, wat lekker, gast. Nee, maar ik voelde die aan beetje. Wachten. Ja. Even kijken hoe dit gaan doen. Rustig aan. Oh, hij is los. Oh, echt? Gast. Pak hem. Kijk hoor. Pak hem goed. Hebben? Ja, hij wacht. Nice, gast. Kerel. Vis. Gast. Deze wil ik wel even mee. Kan deze 50? Nee, is hij niet. Maar hij is wel groot. Hij is wel 47 of zo. Of 48. Zullen we eens even meten? Wat een bak. 48. 48. Nou, pak hem even. Dit is wel heel bizar dit. Gooi hem zo eronder. Ik wilde even mijn boot gaan trailen, want we wilden er eigenlijk mee stoppen. Ja. En ik zei, joh, gewoon nog even één keer onder het bruggetje, want kunnen ze wel liggen. Wauw man, wat een ding hé. Gooi hem neer, twee keer tikken. Ja. Laat hem staan. Die net richt, de neus split. Vet hé. Aanmeet en hij loopt weg en bam. Ja, je had gewoon als netrichtje gevist toch? Ja. Vet man. Wat een vis. Het stervende visje. Ik maak even snel een fotootje van je en dan gaat hij terug. Voorzichtig terugzetten. Oh. Oh, kut, sorry. Oeh, daar gaat hij maat. Wat een vis. Wat een dikkerd. Oh, ik ben zo blij. Ja. Ja, nou ja, ik leg de boot aan. Jij doet nog even worpie. Ja, jij loopt net weg. Ja, en want hangen. Op die steiger, je mag eigenlijk niet op deze steiger komen. Okay. Nou, mag jij eens even vertellen hoe dat ging? Want ik hoorde jou ineens schreeuwen. Wat was het plan? Hoe is het allemaal gelukt? Nou, ik stond zeg maar daar. Ja. Heb ik hem hieronder gegooid. Ja. Na twee pogingen. en ik legde hem eronder. Heel klein aasje. Ik liet hem zakken. Hij stond zo, tik twee keer. En ik krijg een tik. En mijn lijn loopt weg. En ik sla aan. En ik trek deze baars eruit. Oh, sterk hè? Zo. Het is net een dik snoepbaarsje. Ja. Ja. Het is niet normaal. Kijk dan. Hé, hey, op een veestaartje. En je had hem een beetje als een netrigje gevist, toch? Gewoon heel traag. Ja, ze bleef vast. Laat nog eens zien. Gewoon nog eens een worpie. Maar even kijken. Ja, dat is een moeilijke worp. Had je hem er ver onder gegooid? Ja, echt helemaal naar de andere kant. Nice. Ik heb mijn lijntje heel kort gemaakt. Ja. Zoiets. Ja, perfect. Zo eronder, in de schaduw. Heel strak draaien. Ja, en dan?
twee keer tikken zo. Twee keer tikken en een beetje laten staan. En toen liet ik hem 3 seconden staan. Toen ja. Bam. Gek hè, dat hij dan stilstaat en dat je dan die tik krijgt. Zo weer hangen. Ja, dag. Los. Kut, los. Nog een keer. Oh mijn god. Nog een keer. Ja, dag. Wat zit stond er lijf op. Vissen? Stond er lijf op. Echt? Ja, die aanbeet staat erop. Nou jongens, zo werkt het dus. Je had hem wel. Hij hing wel even. Gast. Hier er gewoon bijna 2. Kerel. Yo. We zijn er weer. Ja. En we gaan elkaar weer verlaten. Ja. Ik wil je bedanken voor deze mooie dag. We hebben gewoon even 2 hele dikke bakken gevangen. Het was taai. Ja. We hebben hard gestreden. Ja, dat wel. We wilden net weggaan. We wilden eigenlijk nog een stukje vanaf de kant vissen. En dan doe je dit. En dan vang je nog even zo'n monster. Ja. En bijna nog bijna 2. Ja. Ik lig met die boot in de haven en we hadden het even gevraagd aan de havenmeester of we zeg maar daarnaast de stijgers mochten vissen. Nou, dat is goed. Moet ik altijd rekening houden met bootjes en dingen. Als je in en rondom een haven vist, want als je aan een boot vast komt te zitten, dat vindt natuurlijk niemand leuk. Maar kerel, gewoon onder het bruggetje vandaan gepield. Heel netjes. Ja. Lekker bezig. En dit is nu je geluksaasje. Want vorige keer in Zwolle ging er ook goed op. Dit is hem, ja zeker. Ja. Je mag hem houden, je mag hem houden. Ja, als je PR hebt gevangen op zo'n aasje, dan mag je hem houden. Nou, kerel, bedankt. Doe het goed aan je ouders. Komt goed. Tot de volgende. De ballen. En dan gaan we voor meer vis. Dan gaan we weer misschien vanaf de kant. Ja. Of voor dikke snoekbaars. Dat kan ook. Ja? Zo. Nou, dat was hem dus weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Lekker dagje vis met Abel. Wat een gezellig ventje. Volg hem even op zijn Instagram. Staat hieronder in de beschrijving als je het leuk vindt. Hij plaatst super veel mooie vissen. Goed vissertje. Je gaat hem zeker vaker terugzien in de vlog. En ik heb er weer van genoten. Was leuk. Leuk om de jeugd mee te nemen tijdens het vissen en ze wat te leren. En hij is lekker leergierig en hij kan het ook gewoon goed, weet je. Het is gewoon een jongen die lekker zijn ding doet. Je hoeft hem 2 keer iets te vertellen hoe het moet en dan kan hij het helemaal zelf. Ja, dat is gewoon top. Zo hoort het. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Mazzel!